Sonny Pronk, die 4-0. Mooie overwinning, toch? Dacht ik. Ja, we speelden goed. Terechte overwinning. Je merkt toch als je 3-0 vol staat met rust, dat dan de tweede helft, ondanks dat je zegt in de kleedkamer, kom op jongens, we gaan eroverheen en we blijven hetzelfde doen, wordt het toch wat minder. Uiteindelijk maken we nog de 4-0 en ik denk gewoon over het algeheel een prima wedstrijd. Ja. Hattrick, hè? Hattrick in de eerste helft. Ik hoorde van de keeper dat hij 4 ook zat. Er ging onderkant last uit, hij eruit. De keeper zei dat hij zat, dus eigenlijk 4, maar goed, met 3 ben ik ook tevreden. Ja, maar als je naar die scheidsrechter kijkt, jongen, dan denk ik, jeetje man, ga trainen en zorg dat je wat gewicht kwijtraakt. Ja, was hij wel iets te zwaar? Ja, lullig om te zeggen misschien. Ik had er zelf niet echt last van in het... Vroeger noemen we dat middencirkel scheidsrechters. Ja, precies. Dick Jol was ook zo eentje, toch? Vroeger. Ja, nee. Ik vond het buiten dat, ja. Dat zijn altijd lastige momenten om te zien als je geen doellijntechnologie hebt. De keeper, de scheids staat natuurlijk van te ver weg. De vlaggen van hun gaat ook niet zeggen dat hij erin zit natuurlijk. Wat ook logisch is. Dus, ja, die stonden op 120 meter afstand. Ja, ze konden niet bijhouden. Tempo was te hoog. Ja. Nee, ja, prima. Hey, beschrijf dat vierde doelpunt is. Vierde doelpunt, voor mag ik een kopduel aan. Die schamp ik licht. Robin Dols, die ingevallen is, die loopt door op de keeper. Ja, kijk goed naast zich daar op Barry Dammers en die schuift maakt binnen. 4-0. Ja, en dan, je eigen doelpunten? Ja, 3 met het hoofd. Ook wel alle 3 voor mij ook het dode spelmomenten. Eentje uit de corner, vrije trap. En nog een corner volgens mij. Ja. Ja, nou ja. Nou, je momenten zijn jullie goed, hè? Hebben jullie daarop getraind? Ja, zeker. We proberen af en toe wat varianten in te brengen. En buiten dat hebben we naast dat ook gewoon echt een vrij fysieke ploeg. Jongens die groot zijn, met veel lengte. Dus dat is zeker een wapen voor ons, absoluut. Dat weten we ook. Je hebt een geschiedenis, hè? West-Frisia, Hollandia, Ajax. Nou weer terug op het oude nest. Terug op het oude nest sinds vorig seizoen. Wel helaas gedegradeerd toen, uit de tweede klas natuurlijk, die verzware degradatieregelingen. Ja, je staat nu ook tweede van onderen en dan winnen jullie met 4-0. Hoe kan dat? Zware loting in het begin gehad. We hebben Alvesvoort gehad, we hebben Den Helder gehad. Dat zijn natuurlijk ploegen die... Ja, 2-0 hè, tegen Alvesvoort. Verloren 2-0 van Alvesvoort, 3-0 van Den Helder, waar Spirit dan vorige of 2 weken geleden 3-0 van won. Het ligt dicht bij elkaar. Het is echt gewoon puur ook de vorm van de dag. En ik heb in ieder geval alle vertrouwen in dat we nog heel veel punten gaan halen dit jaar. Jullie zijn ook een beetje gewend nu op kunstgras, want jullie hebben zelf ook een kunstgrasveld, hè, in Enkhuizen. Ja, al jaren. Ja, daar trainen we op. Je ziet gewoon, we moeten toch wel een beetje van de voetballende kwaliteit hebben. Dan is dat gewoon lekker op kunstgras. Altijd goed, geen hobbels, geen polletjes. Alhoewel wel ploegen in de derde klas zijn die wel op normaal gras spelen. Dus dat zal uit een ander vaatje moeten tappen. Hey, en als je nou kijkt naar deze wedstrijden, dan je Spieren die staat 7, jullie staan tweede van onder. Nou, ik zag eigenlijk maar één bovenliggende partij. Dat was SV Enkhuizen. Absoluut, absoluut vond ik ook. Het is nog begin van het jaar. Alles ligt nog dicht bij elkaar. Ik denk dat je na een wedstrijdje of 10 kan zeggen waar iedereen staat. Dus. Ja, dat is 3 punten, hè? Net zoals met Ajax. Ja, ik weet niet wat ze gedaan hebben vanmiddag. Ik hoorde wel gejuich aan de kantine. Ik dacht dat ik hoorde op te vangen dat ze 2 in voor stonden. Dus ja, die jongens die hebben ook nog een aantal wedstrijden minder. Die gaan er ook wel bovenop komen, dat kan niet anders. Maar mijn traantje is wel voor Feyenoord, hoor, want die hebben ook vandaag verloren. Feyenoord, dat heb ik niet meegekregen. Feyenoord, ik zag inderdaad dat ze 8 stond tegen Twente. Klopt. Nou ja, ik ben zelf PSV'er, dus wat dat betreft is dat gunstig. Maar als wij dan ook verloren hebben vandaag, dan blijft het mooi dicht bij elkaar in ieder geval. Ja. Hey, maar SV Enkhuizen, volgende week moeten jullie weer thuis tegen VVS? Nee, VVS, ik denk zelf Kleine Sluis. Ik heb nog niet het programma gekeken. Ja, die waren vandaag afgekeurd, dus misschien een mogelijkheid. Misschien een mogelijkheid, ja. Wij zitten lekker in die flow. We winnen vandaag 4-0. Ja, en thuis moet je zeker de punten pakken tegen dat soort ploegen. Vorig jaar hebben we ook tegen ze gespeeld in de tweede klasse. Thuis gewonnen, uit verloren. Was een cruciaal duel ook. Daar verspeelde ook wel een beetje het lijstbehoud. Ja, die zullen er ook volle bak voor gaan. Met Mike Hoffer op doel hadden jullie waarschijnlijk wel met een nulletje 10 kunnen winnen hier vandaag. De keeper van Spirit bedoel je? Ja, goede keeper. Absoluut, heb veel lengte. Ja. Ik heb er heel wat uitgehaald. Zeker, goede keeper, absoluut. Absoluut. Credits naar hem. Ja. Toch 4 om je oren, maar je doet het als team natuurlijk. Dus daar kan hij ook niet heel veel aan doen. Ken die van Westen in de krant? Je verliest altijd, hè? Het schijnt zo, hè? Het schijnt zo, ja. Interviewtje in de krant vooraf. Blijkbaar is dat toch niet goed voor het resultaat op zondag. Nou, ik heb het ook gelezen inderdaad. We hebben het voor de wedstrijd ook nog even te horen gekregen van de trainer dat hij dacht dat ze wel even zou winnen. Ja, dat is natuurlijk alleen maar motivatie voor ons om een stapje extra te zetten. Dus hij hoefde jullie niet te motiveren? Nee, nou ja, hij is daar sowieso al van hoor. Echt even de boel oppeppen voor de wedstrijd. En dat is alleen maar goed. Hebben wij ook nodig als ploeg.
En dan zo'n documentje erbij, de krant, is natuurlijk alleen maar leuk. Ja. Mooi. Top. Dankjewel, hè, dat je hier naartoe wilde komen.